Marcus Rietveld, de basgitarist van Davina Michel, reist de hele wereld over. Hij groeide op aan de Tuinlaan in Schiedam, waar het allemaal begon. Nou, hier ben ik opgegroeid, deze deur. Die groene bladeren waren er nog niet. Ja, hier verderop, eigenlijk waar je die scooter ziet staan, daar woonde een drummer. Ze hadden dus weer oudere broers die in een bandje speelden, een ska-bandje, wat toen ook uit deze buurt kwam, Fixie heette dat. En daar gingen we wel eens kijken. En zodoende vonden we dat natuurlijk heel tof. En toen dachten we, het was eigenlijk hun initiatief van, we willen ook een bandje beginnen. En wij hadden toen zoiets van, superleuk, wie gaat wat doen, weet je wel. En toen was het klinkt heel sneu eigenlijk, maar toen was eigenlijk het enige wat nog over was basgitaar. En zodoende ging ik dat doen. Marcus groeide langzaam uit tot een grote naam in de rockscene in Schiedam en omstreken. Zo trad hij ook regelmatig op in Schiedamse cafés. Alright, nou hier was vroeger Café de Unie, zeg maar. En toen was het hele plein stond vol met mensen. Daar stond een podium. En dat was eigenlijk mijn eerste optreden toen ik 11 jaar was of zo. In de pauze van de band die hier toen optrad. Dus hier is het eigenlijk een beetje begonnen. Maar ja, toen ik 11 jaar was of zo, 11, 12 jaar, toen misschien 1 of 2 keer, eigenlijk de keer dat die band daar speelde, speelden wij wel eens in de pauze. Dus ook weer niet heel vaak hoor, maar wel de allereerste shows die ik deed, zeg maar, die hebben hier plaatsgevonden. Niet lang daarna wist Marcus het zeker. Een leven in de muziek leek voor hem weggelegd. Hij begon aan het conservatorium in Rotterdam en startte een bedrijf in het ontwikkelen van artiesten. En zo kwamen we dus Michelle tegen, wat nu Davina Michel is dan. En ze hebben eigenlijk vanaf 2016 alles vanaf de grond opgebouwd met haar. Maar heeft deze basgitarist eigenlijk nog wel dromen? Vooral het buitenland eigenlijk. Het avontuur in het buitenland, hoe dat gaat. We zijn bijvoorbeeld afgelopen februari dit jaar naar Los Angeles geweest om daar een showcase te spelen. Ja, dat is toch wel echt heel bijzonder dan opeens. Dat is een soort echt een beetje de stad van muzikanten en mensen in de muziek, zeg maar.